Hallo, ik ben Laura, jullie reuma-reporter van vandaag. Ik ben vandaag op bezoek in het LUMC, waar Margreet Kloppenburg mij meer gaat vertellen over haar onderzoek. Ze doet onderzoek naar een betere behandeling van handartrose. Uitleggen wat het onderzoek inhoudt. Heel in het kort, dat is altijd een beetje lastig, maar gaat het erom dat we betere behandelingen willen maken voor patiënten die lijden aan artrose, dan met name aan handartrose. En is er een reden dat jullie gekozen hebben voor onderzoek naar handartrose en niet naar artrose in een ander gewricht? Handartrose in de handgewrichten komt heel erg veel voor. Geeft veel problemen voor patiënten. Mensen hebben er veel pijn van. Mensen hebben er veel functiebeperking van. Terwijl aan de andere kant de behandeling voor deze mensen nog heel beperkt is. En wij wilden juist echt het verschil maken voor deze patiënten. Omdat binnen het grote veld van onderzoek in artrose eigenlijk dit een beetje een ondergeschoven kindje is. Hoe ziet een behandeling eruit van iemand die met artrose binnenkomt? De behandeling van artrose is nu vooral gericht op symptoombestrijding. Wat eigenlijk volledig mist op dit moment is dat er behandelingen zijn die echt het ziekteproces kunnen stoppen. Maar daar gaat dit onderzoek ook over. Precies, ja. Dat is precies wat we eigenlijk willen bereiken. Ja. Ja. Okay, hoe ziet zo'n onderzoek eruit? We doen dat op verschillende manieren. Enerzijds zijn er heel veel patiënten die bij ons op de polykliniek komen en die heel bereidwillig zijn. En daarvoor zijn wij hun heel erg dankbaar om mee te doen aan het onderzoek waarbij wij deze mensen volgen over de tijd. Dat doen we door elk jaar te vragen of ze een vragenlijst willen invullen. Ze komen regelmatig terug en dan vindt er een onderzoek van de gewrichten plaats. En wat we ook doen is dat we bloed afnemen, zodat we bijvoorbeeld stofjes in het bloed kunnen meten. En we gebruiken beeldvormende technieken, bijvoorbeeld MRI. Dat is één manier. Een andere manier is dat we mensen die handartrose hebben vergelijken met mensen die geen handartrose hebben. En dat doen we door in een grote studie die hier in Leiden en Leiden-Dorp wordt uitgevoerd, door daar deze twee groepen met elkaar te vergelijken. En een derde hele belangrijke pijler die we doen is dat we kijken bij klinische trials die we echt heel gericht opzetten of dat effectief kan zijn in patiënten met artrose. Klinische trials, wat bedoelt u daar precies mee? Kunt u dat uitleggen? Met klinische trials bedoelen we onderzoek die erop gericht is om een bepaald bijvoorbeeld medicijn te onderzoeken. En dat doen we dan vaak doordat we de ene helft van de patiënten het nieuwe medicament geven. En de andere helft van de patiënten krijgt bijvoorbeeld een nepmedicijn. Wij weten niet wie het echte medicijn of het nepmedicijn krijgt. De patiënt weet niet of ze het echte of het nepmedicijn krijgen. En de patiënt gebruikt dat dan. We meten van alles over de tijd. En als de studie helemaal is afgerond, dan doorbreken we de code. En dan gaan we kijken van, goh, hebben de mensen die nou het echte medicijn gehad een beter effect, bijvoorbeeld op pijn of betere verbetering van hun functie of minder aantastingen van het gewricht dan de patiënten die het nepmedicijn hebben gehad. Oké. En wat weten jullie al en wat willen jullie nog verder onderzoeken? Over de afgelopen jaren hebben we onderzoek gedaan naar ontsteking van artrose. Wat we hebben geleerd uit dat onderzoek, en dat is toen ook ooit door Reuma Nederland gefinancierd, is dat bij handartrose nogal eens ontsteking voorkomt en dat dat er ook echt toe doet. De volgende stap is natuurlijk dat je zou willen weten, goh, als je nou iets doet aan die ontsteking, kan je dan ook echt het beloop van die artrose veranderen? Nou, dat zijn een van de dingen die we nu in dit onderzoek, wat we de komende jaren gaan doen, verder gaan onderzoeken. We weten dat overgewicht een heel erg belangrijke risicofactor is voor het krijgen van artrose en ook de progressie van artrose. Als je erover nadenkt, en het meeste onderzoek daarbij gaat vooral over artrose in de knie, vinden we dat vaak heel erg logisch, want er is natuurlijk heel erg veel gewicht wat dan op die knieën drukt. Maar we weten ook dat, en dat is een van de dingen die wij hebben gevonden, dat dat ook geassocieerd is met artrose in de hand. En we lopen niet op onze handen, dus hoe zou dat dan kunnen komen? Nou, dat is een van de zaken die we graag willen weten. En we hopen daarmee meer inzicht te krijgen in hoe artrose tot stand komt. En waar hopen jullie over 5 jaar te zijn?
Over 5 jaar hoop ik werkelijk dat we zoveel meer inzicht hebben gekregen in artrose en dat het echt lukt om een verschil te maken voor de patiënt. Minder pijn, en het zou helemaal ideaal zijn als het ook zo zou kunnen zijn dat we de aantasting van het gewricht kunnen stoppen.